Ik ga jullie laten zien hoe je een basis kefir maakt. Ik begin alvast even. Ik zet alvast even 2 cups met kokoswater. Zet ik op in een pannetje op het vuur. En die warm ik op tot handwarm water. Voor waterkefir pak je 1 cup water. Voor kokosnootwater pak je 2 cups op de starterskit. Ik zet die gewoon op het vuur en ik blijf daar eigenlijk vaak met mijn vinger gewoon een beetje in roeren. Net zolang tot het warm genoeg is. En als mijn vinger er niet meer in kan houden, dan is het te warm. Heel simpel. Ik werk met de Body Ecology Kefir van Donna Gates. Het is, zijn starterskitters. Er zitten 6 zakjes in een doosje. De dozen zijn niet goedkoop. Dat doet zeer aan je portemonnee, om het zo maar te zeggen. Er zitten 6 zakjes in. Het zijn hele dunne zakjes. In die zakjes zit poeder. En dit is dus anders dan de kefir die de meesten van ons kennen. De meesten van ons kennen de... Ik weet niet of je het kan zien. Ja, niet of je een beetje. Er zit poeder in. De meesten van ons die kennen de kefir schimmelplantjes. En schimmels staan me altijd tegen. Ik wil geen schimmels in mijn lijf. Dus wat ik eigenlijk... ik had altijd zoiets van de kefir, ja... Ik wil wel. En dan had ik die schimmel. Dan zag ik dat groeien. En dan dacht ik, wil ik dat in mijn lijf? Word ik daar gelukkig van? Nou. Ik ben dit tegengekomen in Amerika. Ik heb nu ook geïmporteerd vanuit Amerika. Het is in Nederland helaas niet te krijgen. Dus, het is wat het is. Deze poeder. Het worden geen plantjes. Het worden geen schimmeltjes. Ik blijf onderwijl met mijn vingertje roeren in het pannetje. Om te voelen dat het niet te heet wordt. De kefir. Het zorgt voor een betere vertering en opname van vetten, van koolhydraten, van eiwitten. Het is een boost voor je immuunsysteem. Het heeft, in Turkije noemen ze het altijd het feel good food. Nou ja, dat is het ook. Want als je een glas op hebt, dan ja, je voelt het. Je voelt het je lijf instroomt. Dat je denkt, oh, lekker. Het heeft de anti-aging eigenschappen. Oftewel, we gaan nog wat jonger uitzien. Ik zeg, dat is de bonus. Daarnaast heeft het de calcium, de magnesium, de vitamine B complex. Dus het is eigenlijk al heel rijk. Je kan het maken met water, je kan het maken met jong kokoswater. En ik gebruik kokoswater, want ik wil eigenlijk het beste van alles. Nou, heel simpel. Je haalt het pannetje van het vuur, zit er dus 2 cups kokoswater in. Ik kan er nog met mijn hand in roeren, maar ik voel wel dat hij je opwarmt. De poeder gaat erin. En dan is het eigenlijk heel simpel. Laat ik een glazen rietje pakken. Zodat ik niet gelijk weer met metalen op de bodem zit. Ik roer hem er doorheen. En zorg even goed dat alle poeder goed is opgelost. Ja, ik zie geen klontjes meer zitten. Dus dat is eigenlijk prima. Ik giet hem in een glazen pot. De glazen pot, zie je, is nu half gevuld. Deze glazen pot, die laat ik nu rustig afkoelen op kamertemperatuur. En om de kefir tot ontwikkeling te brengen, heeft hij 36 tot 48 uur nodig. Nou ja, ik moet zeggen, 36 uur, dat vind ik niet handig tellen. Dus ik doe gewoon 48 uur, dat is 2 dagen. Dus de aankomende 2 dagen laat ik hem gewoon staan. Het kan zijn dat ik na een dag denk, afhankelijk van de buitentemperatuur, van hij wordt me te warm. Of ik zet hem in de koelkast. En je ziet wel dat er nu een wit laagje op vormt. Nou, laat lekker gaan. Maak je het met water, dan wordt het water wit. Maak je met kokoswater, dan zul je zien dat die... dat er een wit laagje op de bodem komt, maar voor de rest blijft hij, wordt een beetje witachtig. Dit is stap 1. Stap 2 is, na 2 dagen haal ik er een cup uit. En die cup die doe ik in een nieuwe fles. Dus ik doe 1 cup van de kefirbasis die ik heb, doe ik in een nieuwe fles. En die fles die vul ik aan met kokoswater opgewarmd in een pannetje, helemaal tot bovenaan. Dus ik begin eigenlijk met een halve liter. En na 2 dagen haal ik daar 1 cup uit en dan maak ik een liter mee. De volgende keer, na 2 dagen, kan je weer hier vandaan een cup halen. Doe je weer in een nieuwe pot. Kan je weer aanvullen tot een liter.
Dus eigenlijk iedere 2 dagen begin je een nieuwe cyclus. Het kan zijn iedere 2 dagen, het kan ook zijn iedere 3 dagen. Doe wat je gevoel zegt. Er staat op het pakje staat dat het 7 keer meegaat. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie richtlijn. Het is natuurlijk ook heel goed voor hun verkoopcijfers. Je snapt het. De laatste keer dat ik er een maakte, heb ik uiteindelijk 10 badges meegemaakt. En de 11e had ik zoiets, nee, dit is hem niet meer. Ik merk dat het is anders, de samenstelling is anders, het is goed. Het is vrij prijzig, dus wat wij hier doen op het eiland, op Texel, is ik maak een badge. Ik heb wat mensen waarvan ik weet dat ze het graag willen. Dus op het moment dat ik de 2e badge heb gemaakt met 1 liter, haal ik er 3 keer een cup uit. En ik geef 2 cups aan iemand anders. En zo maak je gezonde voeding betaalbaar voor iedereen. Dus kijk in je omgeving welke mensen willen er ook kefir. Deel de kosten en doe het samen. Want als je vanaf de 2e batch het kan gaan verdelen, betekent dat die mensen ook gewoon nog 7 keer door kunnen. En als die het ook weer verdelen, dan denk ik, ja, dan hebben we toch samen met z'n allen het beste van allemaal. Dus, ideaal. Kefir, als het klaar is, wat doe ik er maar van, wat doe ik ermee? Ik doe het niet in mijn smoothies, maar ik maak er superfood elixirs van. De recepten staan op de website. Ik doe het mixen met altijd een beetje suiker, zodat die kefir in je maag-darmstelsel, die probiotica, ook werkelijk tot ontwikkeling komt. Ik doe het vaak met een versgeperst sinaasappelsapje en dingen als de Earth van Health Force of de Camu Camu. En of de elixir of de leek doe ik erin. Of ik doe de marine phytoplankton erin. Of de algiërs, de groene. En zo maak ik er eigenlijk superfood elixirs van. De voorkeur nuchtere maag, 's ochtends als ontbijtje. Of 's avonds voor het slapen kan. Dat ook de hele nacht lekker die kefir in je maag-darmstelsel kan zitten. Eigenlijk heel simpel. Je moet even weten hoe je het opstart. En op het moment dat je het opstart, ja, om de kosten te delen. Doe delen met elkaar. En voor de rest, ja, geniet ervan. Succes!